De Nacht van de Nacht vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 oktober. De nacht waarop de wintertijd ingaat en het een extra uur donker is. Op deze dag, 's avonds om 19:30, hebben de omwentelaars samen met Natuur- en Milieufederatie Limburg, jongerenplatform De Groene Toekomst en De Groene Transformator een event georganiseerd waarin ze het donker laten en je kunt ontdekken hoe mooi de nacht is. Tijdens deze avond kun je je zintuigen en denkwijze op een andere manier laten prikkelen. Locatie is De Weerstand op Bredeweg 10 in Roermond. Meer informatie is te vinden op de website van de omwentelaars. Voldoende bewegen is van belang om fit en gezond te blijven. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om passend sportaanbod te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een financiële situatie of een gebrek aan zelfvertrouwen. Atletiek Leudal biedt vanaf woensdag 2 november een nieuw beweegprogramma aan, speciaal voor volwassenen en senioren die graag plezier en gezelligheid willen ervaren door extra te bewegen in de buitenlucht, maar niet per se prestatiegericht zijn. Ervaart u ook drempels om te sporten of bewegen? Kom dan zeker een keer langs. Meer informatie is te vinden op www.atletiekleudal.nl. Bibliocentrum Maasgouw organiseert 2 informatiebijeenkomsten over de zorgverzekering. Een zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Maar welke zorgverzekering past bij jou? Waar betaal je eigenlijk voor? Wat zit er in de basisverzekering en waarvoor is een aanvullende verzekering nodig? Wil je hier meer informatie over? Bezoek dan deze bijeenkomsten in het Bibliocentrum in Heel en Maasbracht. De bijeenkomsten zijn gratis en zijn ook toegankelijk voor niet-leden. 2 november van 2 tot 4 in het Berkerhoes, Kerkstraat 1 Maasbracht en op 9 november tussen 2 en 4 bij Bibliocentrum Sportparklaan 56 in Heel. Op zaterdag 5 november kunt u samen met kinderen en kleinkinderen buiten in de natuur de handen uit de mouwen steken en uw bijdrage leveren om de poelen in de Mussenhoek de Roggel zichtbaar te maken en te houden. Er kan gezaagd, geknipt en gesleept worden. Meer informatie is te vinden op de website van het bezoekerscentrum Leudal te halen. Na een succesvolle opening in oktober vervolgt Torna Cultura de serie Cultureel Literaire Cafés op zondag 6 november om 14:30 in zaal restaurant Autour. Het programma vermeldt interessante presentaties en voordrachten die samen gaan zorgen voor een gevarieerde en aangename zondagmiddag. De gast zijn muzikus en fotograaf Ad Lammerichs en dichter Frits Grins. Psychosociaal therapeut Reggie Mom, schrijver Ton van Reen, singer-songwriter Ruud Verstede en gastvrouw is Joes Bonen. Meer informatie op de website van Torna Cultura. Op zondag 6 november vindt er tussen 1 en 5 een grote rommelmarkt en veiling plaats in Leverooi. Locatie: het gemeenschapshuis en zaal Wetemans. Deze rommelmarkt wordt georganiseerd door de Fanfare Concordia en meer informatie is te vinden op www.fanfareconcordialeverooi.nl. Toneelvereniging Het Scherm Open uit Heibloem heeft weer een nieuwe toneelvoorstelling. De naam Waad ein Scheinheilig Gedons
en het gaat over perikelen in een klooster. U kunt de voorstelling bezoeken op zaterdag 12 november in De Roffert in Buggenum en zaterdag 10 december in De Haarmaker in Neer. Aanvang 8 uur. Heeft u er ooit bij stilgestaan wat er gebeurt als je kleding in de kledingbak terechtkomt? Het voelt wellicht als een afgesloten hoofdstuk, maar voor het kledingstuk is het vaak geen eindstation. Maar wat gebeurt er dan wel? U kunt mee met de omwentelaars die op vrijdag 18 november een bezoek brengen aan het kledingsorteercentrum in Schijndel. Meer informatie is te vinden op de website van deomwentelaars.nl. De Stichting Muziek Jong voor Oud viert haar 15-jarig jubileum met een benefietgala op vrijdag 4 november in de Orangerie te Roermond. De Stichting Muziek Jong voor Oud organiseert sinds 2007 jaarlijks vele concerten en workshops in zorginstellingen en daarbuiten. Daarnaast begeleidt ze jonge muzici, met name van het Conservatorium van Maastricht. De opbrengst van het benefietgala komt ten goede aan het verzorgen van een aantal concerten in diverse hospices in Limburg. De avond start om 6 uur. Meer informatie www.muziekjongvooroud.nl. Op zaterdag 27 november vindt de halve marathon van Elle plaats. Wilt u gaan kijken of wilt u deelnemen? Meer informatie hierover is te vinden op de website www.degrenslopers.nl. Onder het motto Kerst met een knipoog verzorgt de zanggroep Bien Geraapt op zondag 22 december een gezellige middag vocaal plezier in de Bombardon te Heidhuizen. Aanvang is 14:30 en de zaal is open vanaf 14:00.